Hartstikke leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van China op woensdag. De kleur van China is natuurlijk rood en om een beetje in de sfeer te komen heb ik me daar deze keer op aangepast. Het doel van de hele China playlist op het YouTube kanaal van Markets Are Everywhere is om te zorgen dat meer mensen beter geïnformeerd zijn over de beleggingsmogelijkheden en de ontwikkelingen in China. Misschien verbaast het je als China-liefhebber, maar er zijn echt nog heel weinig beleggers die zich bezighouden met China. Zou bijvoorbeeld maar eens moeten kijken bij je pensioenfonds. De kans dat zij een substantieel bedrag in China beleggen is echt heel erg klein. Terwijl het toch de tweede economie van de wereld is die zich in rap tempo ontwikkelt. En dat is een goed beleggingsklimaat. Jij hebt de weg naar het YouTube kanaal van Markets Are Everywhere al gevonden, maar ik zou nog veel meer mensen willen bereiken. Dus als je nog mensen kent voor wie het een goed idee zou zijn om meer kennis over China te vergaren, wijs ze dan alsjeblieft op het YouTube kanaal van Markets Are Everywhere. En dan gaan we nu van start met China op woensdag deel 4 over China in 2021. Op het moment dat ik deze video opneem, is het interview met Louis Vincent Gave, The Clash of the Empires, op het YouTube-kanaal inmiddels 1000 keer bekeken. En dat is toch wel een mijlpaal voor Markets Are Everywhere, want dat is de eerste video die zo vaak gezien is. Maar ook de andere video's op de China-playlist worden erg goed bekeken. En dat doet me deugd dat er steeds meer mensen zich goed informeren over China voordat ze erin gaan beleggen. Op dit moment kijk je naar het vierde deel in de achtdelige serie China op woensdag. En het vierde deel gaat over China in 2021. Wat kun je dit jaar van China verwachten? China heeft een plan. China is op een missie. Ik heb het eigenlijk expres boven. Hij heeft een plan. Want je kan er toch over discussiëren of het Westen wel zoveel een plan heeft. Maar China heeft dat lang vastgelegd. Het zijn twee jaartallen die een belangrijke rol spelen. 2021 is het 100-jarig bestaan van de Chinese Communistische Partij. 2049 is het jaar dat de Volksrepubliek China 100 jaar bestaat. Nou, en in de constitutie van de partij hebben ze in 2012 vastgelegd wat de doelen zijn. In 2021 willen ze een stap hebben gemaakt met de welvaart, armoede hebben teruggedrongen. Daar hebben we het in deel 1 van China op woensdag uitgebreid over gehad. En in 2049 willen ze een volgende stap hebben gemaakt op weg naar een moderne socialistische maatschappij die welvarend is, sterk, harmonieus en ze noemen ook democratisch. We zijn natuurlijk allemaal benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Maar dit zijn in ieder geval de doelen en in die zin brengt 2021 dus een speciaal jaar voor China naar voren. Het is het jaar van de os en ik ga dat jaar bespreken aan de hand van 5 onderwerpen. Economische ontwikkeling, politieke agenda, klimaatverbetering, de financiële markten en welke beleggingsthema's dat er op dit moment spelen. We beginnen bij de economische ontwikkeling. Ik kijk dan altijd graag naar de informatie van ABN AMRO, Arjen van Dijkhuizen, macro-econoom op China. ABN AMRO Insights kan je al die informatie vinden en je ziet natuurlijk dat China dat V-vormige herstel heeft weten te bewerkstelligen. Daar waar het Westen 100 jaar lang geen pandemie heeft gehad, had China niet al te lang geleden, in 2012, nog te maken met de SARS-epidemie. En de draaiboeken daarvan hebben ze goed bewaard, die trokken ze nu uit de kast. Daarom zijn ze eerder door de crisis heen dan wij. En is de economie alweer op volle toeren aan het draaien. Nou, wat er op economisch gebied ook belangrijk is, dat China anders dan dat ze hebben gedaan ten tijde van de financiële crisis in 2008 en anders dan de westerse overheden nu doen, is dat ze niet de staatsschuld verhoogd hebben in deze pandemie. Ze hebben wel allerlei stimuleringsmaatregelen getroffen, bijvoorbeeld een extra investering in infrastructuur in het land, wat toch al goed is, maar niet die staatsschuld verhoogd. En dat leidt er ook toe dat de yuan, een sterke munt, is op dit moment, en dat willen ze ook graag om minder afhankelijk te worden van internationale munten zoals de dollar. Nou, wat kan je verwachten verder op economisch gebied? Ja, de export die was in 2020 ijzersterk omdat andere landen eigenlijk stil lagen. Nou, de verwachting is dat die dit jaar ook uit de coronapandemie komen. Dus dat de Chinese export dan weer iets meer concurrentie
zal krijgen en waarschijnlijk wat zal afnemen. En daarom heeft de Chinese overheid ook een hele sterke focus op het omhoog krijgen van de binnenlandse consumptie. Je ziet hier die export in de vorm van die containers. Daar is nog wel wat mee aan de hand. Dat was deze week nog in het nieuws. Want daar is namelijk een tekort aan. En ja, dat is eigenlijk wel een bijkomstigheid van die hele crisis. Want omdat China er nu uit is, zijn zij heel veel aan het exporteren. Maar ja, andere landen hebben niet zoveel om in die containers te stoppen. Dus die containers die gaan vaak leeg terug, omdat China ze graag weer wil hebben. Maar nu, op het moment dat iemand anders in de wereld een container nodig heeft, ja, dan is die vaak niet op de goede plaats aanwezig. Dat leidt toe dat de vrachtkosten enorm omhoog zijn gegaan. En ja, ik zou bijna willen zeggen, volledig in het thema van Markets Are Everywhere, heeft de logistieke tak van Alibaba, die heet Cainiao, die heeft een boekingssysteem opgezet om containers over de hele wereld te boeken. Bijkomstigheid van de coronacrisis. En als we het over 2021 hebben, dan wil ik echt dat je ook goed kijkt naar die digitale yuan. Er is natuurlijk heel veel te doen over Bitcoin, over andere crypto's. Alle centrale banken zijn ermee bezig. Nou ja, wat ik zeg, ik zag van de week een rapport voorbij komen dat nu 86% van de centrale banken wereldwijd kijkt naar het introduceren van een eigen digitale munt. Maar China is daar gewoon heel erg ver mee. Dus je gaat meer zien van dit soort berichten van afgelopen week. Dan hebben Beijing, Shanghai en Guangdong weer nieuwe proefperiodes gehad. En hoe gaat dat dan? Dat is leuk om te zien. De e-commerce in China is groot geworden met zogenaamde rode envelopjes. En die zie je links. Die wordt ook door de grote e-commerce partijen gebruikt. Dus wat heeft de Chinese overheid gedaan? Die digitale yuan, die wordt ook uitgedeeld als test, ook via die rode enveloppen. En zo ziet dat eruit. Dus ze houden het dus bij wat voor de mensen heel erg herkenbaar is op hun Alipay of WeChat Pay. En dat is natuurlijk hartstikke slim. Punt 2, de politieke agenda en eigenlijk ja, deze kop zou je kunnen zeggen uit de South China Morning Post, die ik altijd gebruik voor mijn informatie over China. Ja, die zegt veel, Xi Jinping die voelt dat aan, momentum is echt aan de kant van China en hij is de voorman van die communistische partij. Want alles wat China doet wordt gewogen binnen de partij en moet worden afgestemd. Nou, tegelijkertijd zie je in dit bericht ook dat waar eigenlijk de hele buitenwereld bang voor is, dat China een soort brullende leeuw gaat worden, dat ze dadelijk te sterk worden en dat ze hun hele wil aan de wereld willen opleggen. En ja, dat zal nog wel een tijdje blijven bestaan. Mensen vertrouwen China maar gewoon ten dele. Ondertussen wordt er wel veel met het land gehandeld. Nou, wat staat er op de politieke agenda in 2021 in China? Die communistische partij, die wordt dus 100. Eind vorig jaar was het 14e vijfjarenplan wat werd besproken in een meeting. En dat wordt dan elk jaar wordt er een meeting gehouden in maart, waarbij een update wordt gegeven. En nou, nu is dat dus de update van het 14e vijfjarenplan. Dat gaat in de vorm van twee bijeenkomsten. Eentje van een soort adviesgroep en eentje van een overheidsgroep. Daar kom ik zo nog even op terug. Wat zien we nog meer? Ja, Amerika was natuurlijk heel onaardig tegen China. Dus ja, hoog op de agenda staat om te borgen dat ja, de logistieke toevoer, de supply chain, ik vind dat moeilijk om daar een goede vertaling voor te hebben, de keten van productie, dat die betrouwbaar is. Want als Amerika op een gegeven moment zegt, partijen mogen niet meer leveren, ja, dan wil China daar natuurlijk graag een alternatief voor hebben. En dat zullen ze binnenlands zoeken. Dus de verwachting is dat partijen in China, die concurreren normaal gesproken met internationale partijen, het gewoon goed gaan doen vanwege het borgen van de continuïteit. Dat zul je dus terugzien in die binnenlandse economie. Maar daarnaast wil China ook steeds meer een rol spelen in de internationale handel. We hebben natuurlijk al eerder gezien dat China allerlei handelsovereenkomsten heeft gemaakt in Azië, ook met Europa. Ze zullen er ook op azen om nog een overeenkomst met Amerika sterker te maken. En ja, daar hoopt
China toch een goede beurt maken. En daar wordt 2021 ook heel spannend, want tot op heden hebben ze het niet heel vaak heel erg handig gedaan. Dus ik ben heel benieuwd of daar verandering in gaat komen en of China internationaal vrienden kan maken. Dan nog even terug naar die twee bijeenkomsten. Lekker weer allemaal heel veel afkortingen. Ze worden gehouden op 4 en 5 maart. Als eerste op 4 maart is de Chinese People's Political Consultative Conference. Daar doen 2200 mensen aan mee. Je kunt dat eigenlijk vergelijken met de Senaat in Amerika. En de NPC is dan de Congress, zeg maar. Wat is het verschil? Die eerste, die CPPCC, die mag geen wetten maken. Dus dat is puur adviserend. Maar daar zitten van allerlei mensen in. Die mogen allerlei voorstellen doen op allerlei gebieden om het sociale contract voor de Chinese burger sterker te maken. Dat is eigenlijk de plek waar mensen zo dicht mogelijk als normale burgers bij de macht in China kunnen komen en invloed daarop uitoefenen. Nou, een dag later is dan de National People's Congress, maar anders dan dat je in het buitenland ziet, wordt deze vergadering in China maar één keer per jaar gehouden. Want ja, de rest wordt allemaal in de partij wel besproken. Dus niet regelmatig, maar één keer per jaar. Het is het grootste bijeenkomst op dit gebied wereldwijd. Er doen maar liefst 2980 mensen aan mee. Daar zitten ook wel mensen van buiten de partij bij, maar de CPC heeft duidelijk de meerderheid. En mocht je het idee hebben dat daar dan wordt besloten, nee, dat is allemaal al vooraf gegaan. Dus dit is echt voor de bühne. En dit is eigenlijk de communicatie naar de pers en naar de inwoners van China over wat ze nou besloten hebben in dat 14e vijfjaren plan. Dus verwacht daar geen verrassingen, maar verwacht daar wel heel veel symboliek en heel veel cultuur terug te zien. Nou, en wat belangrijk is, hè, er mag daar niks buiten het boekje gaan. Dus dit is ook, die NPC-vergadering is ook een van de momenten dat de pers direct contact kan hebben met politici. Maar die vragen moeten allemaal van tevoren worden ingediend, worden allemaal gescreend. Want er moeten gewoon geen verrassingen plaatsvinden. En om je nog een idee te geven, die overheid in China, ja, die hameren echt op het juiste gedrag bij de burgers. Wij vinden dat in het Westen echt heel eng, want wij willen veel meer diversiteit. Maar dat is de route die ze daar gekozen hebben. En dat zag je deze week nog aan Jack Ma. Dat is die topman van Alibaba, die eigenlijk sinds de overheid heeft ingegrepen bij de beursgang van Ant Group, omdat hij zich fel had afgezet tegen de ouderwetse regering. Dat moet je in China niet doen, vinden ze niet leuk. Er is weinig meer van hem gehoord. Hij zit niet in een of ander strafkamp of zo. Maar nu stond er dus bijvoorbeeld in de Shanghai Security News een lijst, doen ze altijd, elk jaar, met businessleiders die zich goed gedragen. En daar stond nu deze keer Jack Ma niet bij. En dat zegt gewoon heel veel. Ze zeggen, hij is geen voorbeeld voor de gemiddelde Chinese burger. Nou, zo werken de zaken in China op dit moment. Is het dan allemaal gesloten? Is het dan allemaal heel eng? Nou, dat valt wel mee in de zin, ze werken eraan richting 2049 om dat anders te gaan doen. En dat zie je terug, de prioriteiten die ze hebben is dat er continuïteit, het moet stabiel en het moet duurzame groei zijn. Wat interessant is, je kunt het gewoon vinden bijvoorbeeld op de website van China Briefing, maar ook op andere plaatsen. Ze werken in China met drie lijsten. Ze hebben een negative list voor buitenlandse investeringen. Wat willen ze niet hebben? Ze hebben een negatieve lijst voor wie krijgt er toegang tot de Chinese markt. Maar ze hebben ook een encourage list, dus eigenlijk een hele positieve lijst van wat ze allemaal wel willen. En je ziet twee van die lijsten in grafiekvorm aan de rechterkant. En dan zie je dat nu de positieve lijst, die is wederom in 2020 gegroeid. Er zijn weer een aantal dingen die meer mogen dan voorheen. Terwijl de negatieve lijst, ja, wie er
uit het buitenland in China mag investeren, of eigenlijk waar er geïnvesteerd mag worden door buitenlandse partijen. Dat aantal items is ten opzichte van 2019 nu gezakt van 37 naar 30. Dus het is niet nul, maar het neemt wel af. Maar ze doen het gewoon als control freaks graag heel erg gecontroleerd. Goed, punt nummer 3. China in 2021. Ja, het klimaat heb ik het maar even genoemd. Het gaat veel breder dan dat. Maar dat staat gewoon hoog op de agenda. Niet alleen dit jaar, maar daar gaan ze dit jaar mee door. Je ziet het linksboven aan die foto. China was de fabriek van de wereld. En dat heeft in de grote steden, je kent die plaatjes vast wel, heel veel smog meegebracht. Dat was een enorm slechte leefomgeving. Maar ja, wat wil je als je de fabriek van de wereld bent en je probeert je boterham te verdienen? Je ziet wel, en daarom ook dat plaatje er ook bij gezet, dat Chinezen zijn gewoon wel gewend aan die mondkapjes. Want ja, die droegen ze tegen de smog ook al. Dus vandaar dat dat nu bij corona minder daar een probleem is. Maar de overheid is bezig om die milieuvervuiling terug te dringen. Dat doen ze onder andere met behulp van alternatieve energie. China gebruikt op dit moment ook nog heel veel kool, steenkool, voor mensen daarover beginnen. Maar ze zetten ook heel erg in op alternatieve energie. Zon, wind, batterijen, noem maar op. Je ziet rechtsboven een batterij, een battery pack. Nou, die stoppen ze dan onder andere in elektrische voertuigen. Is natuurlijk een actueel thema, ook bij Markets Are Everywhere. Maar je ziet bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. Dat sluit daar ook bij aan, hè? Wakker geworden door die smog om te zeggen, ja, we hebben een sociaal contract met de burgers. Die willen in een welvarend, maar ook in een gezond land leven. En dat gaat dan bijvoorbeeld om mondkapjes, die ze massaal hebben gemaakt en nu ook exporteren. Maar ook technologisch is China stappen aan het zetten. En dat zal je ook in 2021 gaan zien, wat daar uitkomt. En op die manier hopen ze eigenlijk dus ook internationaal een bijdrage te kunnen leveren. Tuurlijk zit daarachter dat ze daarmee ook andere dingen economisch voor elkaar willen krijgen. Maar dit is iets waar ik verwacht dat we in 2021 veel van China gaan horen. Dan punt 4. We komen steeds meer naar het beleggen toe, want daarvoor zitten we hier toch. De financiële markten in 2021. Ja, we moeten toch even kijken. Biden is er nu. Heeft aan de ene kant gezegd dat hij een normalere relatie met China wil. Aan de andere kant dat hij nog steeds streng zal toezien dat China zich aan de regels houdt. En dus bijvoorbeeld geen staatssteun geeft aan bedrijven die internationaal concurreren voor projecten. Biden is er pas net. We moeten nog even zien hoe dat gaat werken. Maar dat zal zeker zijn vorm krijgen in 2021. Ik begreep uit de pers dat ze inmiddels een keertje met elkaar hebben gewild. Ze kennen elkaar van vroeger. Dit is een oude foto uit 2013 die je overal ziet. Maar dat zal een belangrijke rol spelen. Ja, en verder, als ik kijk naar beleggen in China, ik heb dat ook in China op woensdag deel 1 aangehaald, verwacht ik toch dat er meer nieuwe hervormingen komen bij de indexmaker MSCI. Dat is een partij die heel veel beleggers volgen. Ze hebben de afgelopen 3 jaar de weging van China al verhoogd. Maar in de MSCI Emerging Market Index. Maar als je kijkt naar de omvang van de economie van China, zou die weging eigenlijk nog hoger moeten zijn. Maar ja, dan hou je een hoop andere landen daar niet in over. Dus je ziet steeds meer fund managers ook een aparte China-categorie maken. Dat heeft echt nog lang niet iedereen gedaan. En op basis van dat soort beslissingen, dus MSCI die meer China in de indices stopt, en fundmanagers die meer geld allokeren aan China, wat meer in lijn is met de economische positie van China, ja, dat zorgt eigenlijk voor natuurlijke kopers die waarschijnlijk de koersen van de aandelen in China een zetje kunnen geven, of in ieder geval rugwind kunnen geven. Nou, er zit nog één ander dingetje bij MSCI. Daar zie je die techniek. Korea, Zuid-Korea is dat, zit voor 11% in de MSCI Emerging Markets. Maar er gaan ook geluiden op om Korea te benoemen tot een ontwikkeld land. Dus niet meer een ontwikkelingsland. Ja, en als Korea uit die index gaat, dan zal ook daar de weging van China vanzelf een stukje groter worden. En nogmaals, dat kan zorgen voor heel wat rugwind in 2021. Nou,
Tegelijkertijd, tegenwind voor sommige bedrijven zou er kunnen komen vanwege die antitrustmaatregelen. Hè? Alibaba, Meituan Dianping, Tencent, natuurlijk allemaal voorbij zien komen. De overheid wil dat meer spreiden, dus dat is ook de reden dat ik echt van mening ben dat als je in China wil beleggen, dat je dat hoofdzakelijk met indexbeleggingen het beste kan doen. Want dan maakt het niet zo uit welk bedrijf dat er wel wordt aangepakt door de overheid, want dan staan er ook weer anderen op. Tuurlijk, je kunt ook de individuele bedrijven kiezen, maar een indexbelegging lijkt mij echt een heel goed instrument voor het grootste gedeelte. Daarnaast komen er weer een aantal beursgangen, ook een heel aantal spraakmakende. Ik heb ze aan de rechterkant een aantal neergezet, wat kandidaten zijn. ByteDance, misschien een onbekend bedrijf, maar dat is het moederbedrijf van TikTok. Die app die je steeds vaker over de hele wereld ziet en waar ook veel over te doen was met Trump. Dan heb je een andere partij waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt. Kuaishou Technology. Maar die doen dus ook in van die short form video formats. Ze doen dat met name in het binnenland. Ze gaan niet de hele wereld over. Maar die hebben inmiddels de beursgang gepland. Begin februari. Dat zou deze week of de volgende week al moeten zijn. En dat zijn enorm grote partijen. Ze zijn allemaal unicorns. Allemaal meer dan een miljard dollar waard. En ik geloof dat Kuaishou iets van 6 miljard dollar wil gaan ophalen. Nou, wat hebben we verder? Didi, dat is de Chinese Uber, om het maar even makkelijk te zeggen. Kainiao noemde ik al eerder. Dat is de logistieke afdeling van Alibaba. Die zou daar uitgehaald kunnen worden en een eigen beursnotering krijgen. En natuurlijk zijn we in 2000 heel erg benieuwd wat er dan met die Ant Group gebeurt. Want die zou naar de beurs gaan. Dat zou de grootste beursgang wereldwijd ooit worden. Nou, dat is tegengehouden, moet helemaal hervormd worden. Komt dat terug in 2021? Misschien met een aandeel van de Chinese staat erin, omdat ze het heel erg belangrijk vinden. Allemaal speculatie om. Maar dat gaan we allemaal in 2021 zien. Nou, en dan tot slot de financiële markten. Zal je ook steeds meer horen over de zogenaamde star market. En dit soort video's is bedoeld als educatie. Dus laten we eens kijken wat dat precies is. De star market, het rood onderstreept, is eigenlijk een Chinese equivalent, om het maar weer even makkelijk te zeggen, van de Nasdaq. Dat is wat China als ambitie heeft. Nou, en als ze zo'n ambitie hebben, ja, dan pakken ze het niet rustig aan. Ze hebben er goed over nagedacht. Een jaar geleden is die star market van start gegaan in Shanghai, Hongkong. En ze hebben nu al 200 beursnoteringen erop zitten. Tenminste, dat was in december. Dat komt ook deels omdat je niet overal toestemming voor moet hebben, maar je kunt ook werken met een registratie. Als je maar aan de spelregels houdt. Dat heeft Ant Group natuurlijk wel gezien. Kun je het registreren en in principe gaat dat dan allemaal door. Nou, om je een idee te geven, weliswaar 200 IPO's, maar de omvang van de totale markt was in december ongeveer een equivalent van 50 miljard dollar. Dus ja, dat staat nog heel erg in de kinderschoenen. Maar China wil laten zien dat ze technologisch meedoen. En vandaar dat ze in 2021 veel aandacht voor deze markt zullen vragen. Ook dit is trouwens weer een reden dat internationale beleggers zeggen, hey, dan ga ik op die beurs eens mijn aandelen kopen, wat weer rugwind zorgt voor Chinese aandelen. Nou goed, tot slot de beleggingsthema's, punt nummer 5. Ja, ik zei het net al even met die technologie, maar dat is echt wat China nu heel erg belangrijk vindt. Amerika staat daar nog in voorop, maar China vindt dat zij een naam hebben opgebouwd, en dat is ook wel zo, met goedkope prularia uit China. En nu willen ze laten zien dat ze ook producten met een hoge kwaliteit kunnen maken, die ook innovatief zijn. En daar hebben ze de techsector voor uitgekozen om dat te doen. Die leent zich daar ook het beste voor. Of in ieder geval de techsector, maar allemaal technologie moet erin zitten. Daar hebben ze zwaar in geïnvesteerd. Nou, waar zie je dat terug? Ja, natuurlijk hè, bij de e-commerce. Daar heb je al de grote partijen. Die hebben we bekeken in China op woensdag 2 en 3. Je hebt Alibaba, Tencent en Pinduoduo maken steeds meer gebruik ook van die short-form video-platforms.
Als mensen niet naar de winkel kunnen, vanaf huis werken, geholpen door die coronapandemie, zoek je het gewoon online op. Je hebt daar ook contact met elkaar en er wordt gekocht. Goed voor de binnenlandse consumptie. Dat gebeurt ook allemaal in de cloud. Cloud computing was bij Alibaba nu ook weer sterk gegroeid in de recente cijfers. Gaming gebeurt ook steeds meer in de cloud. Vorige week naar gekeken. Dan een groot ding is de wedstrijd met Amerika. Wie nou het snelst het grootste wordt in 5G. China is daar heel ver mee. Maar ook dus technologie in de gezondheidszorg. Ik noemde het al eerder. Je ziet rechtsbovenin een grafiekje van de MSCI China Healthcare Index. En die heeft het dus gewoon vorig jaar nog veel beter gedaan dan de brede MSCI China Index. Ja, ze willen welvaart creëren, ze willen gezondheidszorg toegankelijk maken. Het liefst voor zoveel mogelijk van die 1,4 miljard Chinezen. Ze investeren in technologie, daar komen ook goede dingen uit. En vandaar dat dat een heel actueel thema op de beurs is en zal zijn. En later in de serie China op woensdag komt er zeker ook nog een uitgebreide healthcare issue aan. Ik moet nog even kijken welk nummer dat wordt. Ja, en natuurlijk hè, technologie in de auto's. Je ziet hier de ET7 van NIO. Die werd gepresenteerd op de NIO-dag. Als we het hebben over beleggen in China, dan kunnen we niet om NIO, XPeng, Li Auto heen. En elektrische voertuigen die weer helpen bij die klimaatdoelen staan hoog op de agenda en zullen dat voorlopig wel blijven. De eerste maand januari was in ieder geval weer goed. Zijn er weer meer auto's verkocht dan de maand daarvoor. Dus dat houdt wel aan. Nou goed, ik noemde het al eerder. Hoe beleg ik zelf in China? Ik wil dat toch nog eens even een keer herhalen aan de hand van ETF's, index trackers. Ik gebruik ze graag van CraneShares, maar ze zijn ook van andere partijen daar. Maar CraneShares heeft gewoon hele goede research ook. Ze zijn ook erg bereid om je te helpen. Maar natuurlijk moet je daar zelf in verdiepen voordat je daar eventueel mee aan de slag gaat. Je vindt die informatie op craneshares.eu of op de website van een andere ETF aanbieder. Nou, als we het over beleggen hebben, ook nog een keertje herhalen de risico's. De Chinese staat is er voor de welvaart van de bevolking, want dat geeft ze het recht om maar een eenpartijstelsel te hebben als het over het algemeen met iedereen beter gaat. En ze zijn er dus niet specifiek voor de aandeelhouders. Ze blijven zich dus af en toe inmengen in bedrijven, wat niet altijd gunstig is voor je beleggingen. Ja, en de grote vraag is of China, nu ze meer internationaal willen gaan doen, ook die beloftes nakomen. Vorig jaar hebben ze niet geleverd op de overeenkomst met Amerika om voor een bepaald bedrag producten te kopen. Maar ja, dan kan je nog zeggen, ja, en Trump deed niet aardig en het was een coronajaar. Ja, maar toch, hè, ze hebben nu bijvoorbeeld gezegd in de deal met Europa dat ze ook een ratificatie zullen doen van het verdrag tegen dwangarbeid. Nou, we zullen het gaan zien of dat ook daadwerkelijk wordt geratificeerd en of het vervolgens ook wordt nageleefd en ze ook mensen dat laten controleren. Je houdt je hart vast, maar we gaan het zien. Nou, verder, een risico blijft met een chic woord, twee woorden, geopolitieke escalatie. Die dwangarbeid speelt met name in Xinjiang. Hongkong hebben we natuurlijk gezien, dat is nu inmiddels volledig onderdeel van China. Daar moet nog een nieuwe regering worden gekozen, of een nieuwe leiding worden gekozen in 2021. Dus dat zit er na de zomer aan te komen. Ja, en Taiwan is gewoon een heel groot ding. China vindt Taiwan historisch gezien gewoon bij China horen. Dat vindt Taiwan absoluut niet. Internationaal is er veel support om Taiwan zelfstandig te houden. Maar met bijvoorbeeld een partij als TSMC, die semiconductor chips maakt, die dadelijk voor alle technologische vooruitgang nodig zijn, ja, komt er denk ik heel veel spanning op Taiwan te staan. Zeker ook in 2021. En dat moeten we met elkaar goed in de gaten houden. Niemand zit er op oorlog te wachten. Maar ja, de meningen lopen duidelijk uiteen. En ik liet al eerder een sheet zien dat China zich nu sterk voelt, momentum voelt. Er wordt met argusogen internationaal naar gekeken. Ja, en tot slot,
We hebben natuurlijk in 1989 een volksopstand gehad. Nou, dat zit er volgens mij dit jaar niet aan te komen. Maar als we naar de risico's kijken, er zijn natuurlijk voldoende mensen ontevreden met het beleid van die Chinese partij. Maar de meerderheid is dat zeker niet, want de welvaart stijgt in China. Maar dan hebben we toch in ieder geval de risico's die ik op dit moment zie, toch even bekeken. Maar de economische groei is gewoon hartstikke goed. Ziet eruit dat die tussen de 8% of 9% uit zou komen dit jaar. En in die zin staat China gewoon heel goed ervoor. En ook de beleggingen op de beurs. Nou, de videoserie China op woensdag gaat door. Volgende week in China op woensdag deel 5 kijken we even naar een aantal belangrijke of de grootste China A-shares. Dus van het binnenlandse zijn binnenlandse aandelen van mainland China. En ik pakte de grootste 4 uit. Dat zijn 2 bedrijven waarvan je waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt, maar die houden zich bezig met sterke dranken. En 2 bedrijven die in de financiële sector zitten. Dus die video die krijg je volgende week. Bedankt voor het kijken. Vond je dit leuk? Abonneer je op het YouTube kanaal. Heb je dat al gedaan? En ken je nog andere mensen voor wie het goed is dat ze hun kennis over China verdiepen? Wijs ze dan alsjeblieft op het YouTube kanaal en vraag ook hen om zich te abonneren. Dit was China op woensdag deel 4. Tot volgende week bij deel 5.